Een van de allereerste en meteen succesvolle orkestwerken van Piotr Iljitsch Tchaikovsky. Deze fantasie-ouverture naar Romeo en Julia van Shakespeare. Het werd hier gespeeld in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam door het symfonieorkester St. Gallen uit Zwitserland. Onder leiding van de dirigent uit Litouwen, die daar sinds 2018 de chef-dirigent is, Modestas Pitrenas. En Modestas Pitrenas dirigeerde dit werk zonder partituur en zonder stokje. Nou, dat eerste was de bedoeling, want zijn lessenaar was weggehaald. Maar daar lag zijn baton op. Dus hier achter mij op de gang was het oei, 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 ik heb het stokje nog in mijn hand. Maar het kan zonder, dus ook prima. Ja, het was dus Mili Balakirev die de jonge Tchaikovsky aanspoorde om een werk te maken gebaseerd op Romeo en Julia. Hij deed zelfs de suggestie om dat werk meteen met de wapengekletter te laten beginnen. Maar in plaats daarvan koos Tchaikovsky dus voor die koraalachtige, meditatieve opening. En later hoorden we nog wapenkletter genoeg. En natuurlijk dat liefdesthema. De liefde tussen Romeo en Julia. Goed, iedereen blij hier in Amsterdam en nogmaals een open doekje voor het complete symfonieorkest uit St. Gallen.